Premier is een tweede plaats ooit behaald hier op dit parcours. Het is niet onbekend voor jou, dus wij verwachten heel wat van jou, denk ik. Hè? Ja, ik hoop inderdaad om hier vandaag terug te kunnen meedoen voor de dichtste plaatsen. Het is best dat ik heel graag rijd. Het is wel een parcours is een beetje veranderd. Anders doen we in de finale altijd schavij eigenlijk. Een beetje dezelfde finale als Brabantse Pijl. En komt die helling heel dicht bij de aankomst. Nu is het eigenlijk, ik denk dat de Moskstraat is op 7 van de finish. Dus het is misschien, het gaat misschien een sprint iets meer in de hand nog werken. Maar mijn sprint is ook goed, dus ik heb wel vertrouwen in vandaag. En jullie hebben ook nog een voormalige winnaar in de ploeg, bij Sander. Dus op wie wordt er gegokt vandaag? Ja, we zijn met een hele goede ploeg. He. We hebben heel veel mannetjes. Dries was hier vorig jaar tweede. Ik heb hier al goed geweest. Xandro, we zitten met Baragli. Vakotje is ook in vorm. Het zijn eigenlijk allemaal, ik denk dat we heel veel pionnetjes hebben die hier vandaag prijs kunnen rijden. De topploeg uiteraard, de Quickstep-formatie denk ik. He. Ook heel wat pionnen in hun ploeg. Ja, absoluut. Ik zei het net ook hiernaast, wie ga je in de gaten noemen? Dus ik denk dat heel moeilijk te zijn is bij Quickstep. Van de 7 renners waarmee dat ze starten, zijn er 5 absolute kopmannen. Dus het kan van heel veel mannen komen bij hen. Hoe is het gesteld met Mathieu? Geen idee eigenlijk. Ik weet hetzelfde dat er gisteren in de krant verschenen is dat hij nog altijd een beetje last heeft. Maar ze zijn er aan het werken en hopelijk komt alles snel goed. Oké, veel succes voor de wedstrijd. Dank u wel.